Ik heb een zoon. Hoe moet ik dat zeggen? Het is een soort verliefdheid. Niks seksueels, uiteraard, maar meer die kriebel van binnen als hij iets zegt of doet. Als hij zijn armpjes om me heen slaat. Als hij zich uitslooft. Als hij zegt dat hij me lief vindt. Zelfs als hij gewoon grinnikend televisie zit te kijken, dan merk ik dat ik opeens naar hem kijk. En alsof de hele wereld om ons heen wegvalt. Michiel komt bij de balie, wordt niet herkend door de receptionist, zegt zijn naam en krijgt een badge. Dan wordt hij aangesproken door zijn collega, vreemd sfeertje, ongemakkelijke stiltes. En dan klampt hij zich vast aan zijn leidinggevende en zegt met een bevende stem dat de cijfers niet kloppen. En hij zit ermee in zijn maag, maar zij luistert niet en loopt door. Prime Minister, first of all, congratulations on your recent appointment in these difficult times. We brauchen Hilfe. We kampen am See und etwas Schreckliches ist passiert. La situation en matière d'ordre public à travers le monde continue de se détériorer. ولكن أنت الآن في هولندا. فلا داعي للخوف. أنا أستطيع أن أساعدك لكن يجب أولا أن تثقي في. Sale aproximadamente 218 billones de posibilidades. No, I still have time. Have you seen my phone charger? Voor uw informatie, ik heb een opleiding informatica gedaan, hoor. Goedemiddags, ik ben er weer. Ik heb zoek voor u mee. Hij toch een jong manneke letst? Kan je dat niet doen in plaats van de heel van u? Zo, ik denk niet. Maar ik heb het al gemaakt. Ramona, kom. Bedankt voor tapas. Geen probleem. Zit het tegen Samantha? We danken u dat we hier met z'n allen bij elkaar mogen zijn, als familie. Els kan nu zo'n 10 jaar niet meer lopen. Wij smeken u, geef Els de kracht. Ik heb het nog niet mogen zien. Het schijnt op jou te lijken. Hé, hey, meisje. Het zit toch wel goed?